Dan. Dus ik leg ook even mijn hand op jouw rugbier en even op je benen in Jezus' naam. En wat gebeurde net als met Paulus en Silas, die vrouw begon op straat te roepen. Mensen komen hierheen, want hier vindt genezing plaats. En dat is de levende God, die een doel heeft voor jouw leven. Amen. Dan mogen mensen die mogen bevrijd worden uit slavernij. Egypte, dat is slavernij. En vaak dachten de Israëlieten terug aan Egypte in eerste instantie. Maar uiteindelijk kwamen ze toch in hetzelfde land. En het volk maakt een verbindingsrelatie met de levende God. Ze hebben een verbond met de God van Israël. Ze hebben een verbond met de levende God, hebben ze gesloten. En dat is juist heel mooi. En wat heel belangrijk is voor jou, kijk, de Israëlieten die gingen ook door de woestijn. En we willen eigenlijk nooit door de woestijn heen. Ja, wel of niet? Als je kijkt in mijn leven waar ik doorheen ben geweest, ik zal mijn leven nooit over willen doen. Maar waar ik nu sta, weet ik, ik wil de toekomst, wil ik nog zien wat God voor mij heeft. En daar gaat het om. Hij heeft een goede en hoopvolle toekomst voor mij. En de duivel die probeert oorlog te voeren met mij. Nou, ik heb ook met hem oorlog. Halleluja. Ik ben niet bang voor hem. En weet je, ik had jaren geleden dat ik een droom regelmatig op dat moment dat de duivel letterlijk en figuurlijk op mijn borst zat. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gehad. Dat je droom kreeg dat de duivel echt op je borst zat. Ik kan niet ademen. Echt, je bent helemaal verlamd. Een jaar geleden was het weer hetzelfde liedje. De duivel zat op mijn borst. In mijn slaap. En op dat moment werd ik wakker. Ik verbaasde mij over mezelf. De kracht die hij in jou heeft gelegd is groter en machtiger als de duisternis. En die moet wijken in de naam van Jezus. Halleluja. En dan mag je weten. God die wil een instrument van jou maken. Een werktuig. Zijn binnen jullie klaar, tuig? Wat geweldig naast die grijpen ernaar. Als je kijkt, die Simon Petrus was ook geen idioot. Hij was ook echt een... Maar God heeft die mannen en vrouwen nodig. Juist de mannen en vrouwen die zeggen, ik schuw het evangelie niet, want het is een kracht Gods. Ik ga in Holtenbroek, ik woon in Zwolle, ik ga regelmatig in Holtenbroek en het is me ook wel een beetje aan te zien durps houden. Dus nooit geen durp houden, want kijk dit. Maar ik kom dan bij een moslim in de zaak. En die moslim dat is het zotje die je meeneemt. En dan is het altijd ook, hij extra. Hij extra. En ik had ook eens een keer daar eindig ik mee. Hè, want we kunnen beter naar binnen gaan en beter de Heer loven en prijzen voor elkaar bidden en uitstappen. Ik had ook eens een keer in Morgana en Meppel, daar woonde ik toen nog. En ik kwam s'avonds voor de conferentie en de aanwezigheid van de Heilige Geest was zo zwaar. Nou, echt, ik ging echt niet op je benen blijven staan. En dat gebeurde op dat moment, dat ik gewoon in één keer achterover werd gedrukt. En ik zag op dat moment engelen, zag ik aanwezig. En dat heb ik ook vanavond hier in de zaal heb ik dat gezien. Ik voelde zo de aanwezigheid van Gods geest. En zo van zijn engelen. Dat ik denk van nou hier, wauw. Dat is uniek. Want vaak hebben ze Jezus uit de kerk gehaald. Vaak hebben ze daar theologie voor in de plek geweest gezet. Hebben net wat mijn broer zei. Je kan heel veel kennis hebben van het woord van God. Maar het hart is verder van een persoon. En God die wil jouw hart, wil die balsen met zijn liefde. Misschien ben je wel teleurgesteld vandaag. Misschien heb je wel heel veel meegemaakt in je dagelijks leven. En dat je door eigenlijk de tranen wel heen bent. En dan zegt God,
Ik verander de tranen daar op vreugde. Ik ga je hart veranderen. Ik ben er al mee bezig. En dan ga je ontdekken wat God voor jou betekent. Niet wat mensen van jou zeggen, wat mensen van jou denken. He, dat maakt helemaal niks uit. Het is zijn weg. Zijn leiding in jouw leven. He, en die man daar, die moeten we ook elke dag willen hebben. Ja, amen. Vraag God, gewoon God, om autoriteit in jouw leven. En kijk, Mozes die gooide de staf op de grond. En daar eindig ik mee. Hij gooide de staf op de grond. En toen zei op een gegeven moment God tegen Mozes, pak hem op. En toen durfde Mozes dat niet. Weet je waarom Mozes dat niet durfde? Wat denk je? He? Het was de slang geworden. Hij was bang. Niet voor die slang. Maar voor zijn oude leven. Want in die stok, in die staf, daar werden verhalen in opgetekend. Van wat er vroeger was geweest in je leven. En Mozes die was daar voor bang. Maar laten wij ook ons oude leven achter ons. En een nieuw leven met Jezus. En ook die dood is een belangrijk iets. Wil ik ook met je hebben, want er zijn sommige kinderen Gods. Ze zijn wedergeboren, maar nog niet gedoopt in water. En de Bijbel zegt, word opnieuw geboren, ook uit water. Dus ik wil jou vandaag de uitnodiging geven en de uitdaging. Wie is hier nog niet gedoopt? Wie nog niet? Steek je anders op. Oké. Okay. Ja! Dat je vandaag de keuze gaat maken en dat je gaat zeggen, ik ga François in de nek grijpen en hij gaat mij volgende week dopen. Ja, doe het. Het is de beste beslissing. Nog een heel klein getuigenis. Ik ben Joods. Dat mogen jullie allemaal weten, als ik mijn kuppel opzet, dan zie je het gelijk. En ik ben ook zakenman. En ik ben succesvol in mijn zaak geweest. Altijd. De Heer heeft altijd het grootste voorzien. Maar vroeger zat ik in de pleeggezin. En deze tante die zei tegen mij, als jij je laat dopen, krijg je van mij een nieuwe fiets. En ik dacht, dat is een goede deal. Dus je krijgt geen nieuwe fiets van François, hè? Dat weet je, hè? Nu, hè? Nee. En ik denk, ah, deal. Deal. Dus ik heb dat gedaan. Dus Jacques Bos die vroeg aan mij, waarom laat jij het open? En ik denk, ja, fiets, maar dat kan ik net niet zeggen. Kijk, we zijn soms ook wel eens een beetje schijnheilig, hè? We hebben allemaal een beetje mee te maken. Nou ja, en toen op een gegeven moment ben ik gigantisch van de weg af geweest. Ik heb alles gedaan wat God heeft verboden. Ik ben echt in de zware criminele tijd was dat ik. Er was iemand mij op straat aansprak. Van, wil jij de liefde van God in je leven ontvangen? Dan kregen ze zo'n dikke dolk onder hun neus. Van, wanneer wil je naar de hemel? Nu of over 2 seconden? Want ik was boos en ik was verbitterd. Geen mens kon mij meer bereiken. Geen mens. En ik kwam in een kerk. Om rekening af te een rekening te verheffen met iemand. Daarvoor kwam ik. En toen op dat moment werd ik net als Paulus op de weg naar Damascus. Ik werd met blindheid geslagen. En de Heer zei tegen mij, want ik zag in een keer een weg met een poort. En dan zag ik in een keer een fel licht afkomen. En het zei, Hans, je kan je leven totaal veranderen. Ik zei, nou vader, als dat zo is. Verander mij dan. Help me dan maar eens van de drank af. En ik was zwaar alcoholist. En de rest had ik gebruikt. En de volgende dag, ik werd wakker. Want ik ben naar mijn huis gegaan. En ik was boos. Heel erg boos op God. En elke stap die ik deed, was ik al eigenlijk een beetje andere taal aan het voeren dan de tongentaal. Juist. En op dat moment, ik ben in mijn kamer gekomen. En het was een halve discotheek.
En ik ben daar neergeploft en ik heb gescholden, ik heb gevloekt en getierd. En ik zei tegen God, van God, als je mij werkelijk wil hebben, grijp me dan maar letterlijk in de klauwen. En dat heeft hij gedaan. De volgende ochtend, ik loop naar de bekamer uit. En ik loop naar de douche. Nou, ik kijk in één keer in de spiegel en ik denk dat er is iemand achter mij. Dus ik draai me om, ongelijk. En er staat iemand. En de tweede keer weer. En ik kijk in de spiegel. En ik denk, hé, wat is dit nou? En toen keek ik naar mijn ogen en toen zag ik dat er iets was gebeurd. God had me letterlijk en figuurlijk bij mijn vraag gepakt. Ik ben naar mijn zus toe gegaan. Ik zei, hé, Anja, heb je koffie? Jij koffie? Ja, jij hebt alleen maar voor whisky en een sterke drank. Dus ja, weet ik. Maar wat is er met jou gebeurd, zegt ze. Ah, niks. Niks. Zie je daar nou, zei ze. Er is wat gebeurd. Want je bent gisteravond met een rotgang uit de kerk gegaan. En normaal ben je altijd in de bars te vinden enzovoort. Maar ik heb het niet meer gezien. Dus nee, God heeft mij even veranderd. En dat is het ook. Dat God zegt tegen jou, wees mijn getuige. En hou van mij en heb mij lief. En jij bent het licht van deze wereld. En jij mag staan. Naar de wereld toe. Amen. Amen.